Kathleen Aerts nam in 2009 al afscheid van haar leven als K3'tje. Intussen is de derde opvolging van de blonde van K3 verzekerd. Sinds 27 november vervoegt Julia Bosman K3. Heeft Kathleen K2 zoekt K3 op de voet gevolgd? En wat is haar mening over Julia? Ik moet eerlijk zijn, dat was in volle verbouwing en opening van de guesthouse. Dus ik heb eigenlijk weinig gezien. Ik weet natuurlijk wel wie Julia is en ik vind dat plaatje weer volledig klopt. Maar de wedstrijd op zich heb ik jammer genoeg niet kunnen volgen. Maar ik denk dat er een goede keuze is gemaakt. Hè? Ik hoor toch overal dat het weer goed loopt. Dus voilà, dan zijn we weer betrokken voor een aantal jaar. Hè? Volg je dan nu zo de nieuwe K3 toch ook wel een beetje? Oh, ik moet zeggen, ik kijk nog weinig nieuws, dus heel veel weet ik er niet van, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat is geen bewuste keuze of zo. Dat is gewoon, ja, ik ben hier zo druk bezig en ik kijk sowieso heel weinig tv. Dus ja, weet je, zo die band met België, dat verwatert ook een beetje, hè, als je hier al zo lang bent. En het is hier veel te school om achter hun tv te zitten. Sorry, hè. Dat geloof ik goed. Maar als je nog één advies zou mogen geven aan Julia, wat zou je dan zeggen? Oh, een advies aan Julia. Ik denk, ze zal wel weten waar ze aan begonnen is. Hè? Maar als ik zo terugblik op mijn K3-carrière dan... Oh, dat is heel cliché, maar dat is echt zo. Ik weet niet hoe druk de K3'tjes het nu hebben, maar in onze tijd was het super, super druk. We deden zo'n 350 shows per jaar. Ik denk dat ik op een jaar tijd maar 15 keer in mijn eigen bed sliep. Dat we voor de rest altijd aan toeren waren. En ja, omdat het zo druk is, vergeet je soms toch wel waar je eigenlijk mee bezig bent en om te volle te genieten. Dus ik kan alleen maar als advies geven van geniet van elke dag.